Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij een nieuwe video van Game Dreams. Nog nauwkeuriger, een nieuwe video van Super Mario Maker. Wat ga ik vandaag doen? Geen idee, waarschijnlijk gewoon weer een leuk leveltje. Ja, let's go! Hurry before the cloud fades free. Ik heb een super moeilijk leveltje gekozen. Ik zou niet weten wat het is. Dus, dit zien wij in ieder geval. De eerste keer dat ik Super Mario Maker... Wat is dit? Oh... die manier. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, dit ga ik halen. Ja, man. Doe even normaal, man. Ik kan toch niet meer zo'n wolkie vliegen, of wel dan? Daar ben ik niet in gespecialiseerd. Oké, heel rustig aandoen. Of nee, ik kan gewoon niet rustig aandoen. Oh, dit vind ik echt veel te moeilijk. Dit kan ik echt... Ik durf die Japanse leveltjes nooit zo goed aan. Ik bedoel, kijk dan. Gewoon... Hij heeft 10 sterren, maar ik ben gewoon bang. Hoeveel mensen hebben dit geprobeerd? 1874. 13 hebben het gehaald. Wie heeft het nog meer gehaald? Een Japanner. Dat is het wereldrecord. Ach ja, we proberen het gewoon. Nee, jongen. Ik ga zo meteen over op de moeilijke levels. In de eerste aflevering van Super Mario Maker had ik 3 moeilijke levels gehaald. En in dit level dacht ik van, ja, als ik 3 moeilijke levels kan halen, kan ik misschien ook al 1 super moeilijk level halen, toch? Nou, dat zullen we nu dus zien. Wat zijn die blokjes daar dan? 1 ding... Dit is een soort van... Ik heb nu natuurlijk Minecraft Survival geüpload. Waarin ik had gezegd dat ik nu Sony Vegas Pro gebruik. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik kan die blokjes niet eens raken, joh. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Maar goed, dan als ik dan Minecraft Survival doe... Ja, dat is gewoon standaard gebeuren. Dus dat is gewoon makkelijk. En editen, daar hoef je vrij weinig bij te doen. Maar dit is toch wel even next level gebeuren, hoor. Oké, kijk wat erin zit. Muntje, muntje. Nou, dan heb ik me daar zo druk over gemaakt. Over 2 muntjes. Maar wat maakt Sony Vegas Pro nou zo goed? Nou, het is gewoon dat alles veel makkelijker is. En dat er gewoon veel meer dingen echt mogelijk zijn. Dat is... Ja, oh mijn god, ik haalde hem gewoon bijna. Zag je dat even? Nee. Zoals als ik bijvoorbeeld nu ga schreeuwen. Dan ga ik het beeld gewoon even laten schudden. Kon ik... Oh, wat doe ik nou? Ik ging even twirlen. Dat is helemaal niet nodig. Normaal kon ik het beeld ook wel laten schudden, maar... Het kostte daadwerkelijk ook nog wat meer moeite. Oh mijn god, ik had hem weer bijna. En nu is het gewoon veel makkelijker om te doen. Maar ik denk maar niet dat het echt alles heel fijn is, hoor. Nee. Het is ook grotendeels heel veel onduidelijkheid voor mij. Ik snap er echt de ballen van soms. En het is ook gewoon heel erg wennen. Want sommige dingen zijn gewoon helemaal anders dan wat ik gewend was. Oh mijn god, ik heb hem. Wat doe hij niet toe doen nou? Oké. Ik heb hem nou sowieso al gefaald. Wat is dit? Wat wil je van me, man? Ik vind het al goed genoeg dat ik dit stuk heb gehaald, joh. Mag ik hem nu gehaald, hè? Wat is dit nou weer dan? Hé? Wat een stomme... Dit is ook weer echt zo'n typisch dingetje van... Ha, prank. Heb ik het eindelijk een keer gehaald? Komt de zon deur aan? Ja, wat wil... Ja, ik stik er maar in. Hé, wat? Oh, sorry, ik zat even niet op te letten. Oh, no. Oh, dit wordt wat, hoor. Dit wordt wat. Maar ik heb wel het gevoel dat dit een leuk leveltje kan zijn. Hey, ik sta erop, jongens. Maar ik heb wel het gevoel dat dit een leuk leveltje kan zijn. No. Nee. Kijk, dan kom ik bij de... Oké, laat maar. Ik kom bij de moeilijk en het eerste wat ik zie zijn van deze levels waar je gewoon weer niks aan hebt. Maar Goomba Gauntlet 2017 ziet eruit als een mooi leveltje, dus die gaan we even halen. Clear rate is 6% en 100 gedeeld door 6 is met mijn... Ik heb eigenlijk geen idee. Maar als ik het zo een beetje afrond, was het volgens mij iets van... Ja, 16... Nee. Jawel. 16,6 was het volgens mij. 1 zesde is volgens mij 16,6. Als je het zeg maar... Je snapt wat ik bedoel, hoop ik. Dus als ik hem binnen 16 keer haal, dan is het gelukt. Dan zit ik onder de clear rate. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop het wel, want het is niet heel... Ik
ik snap dat het niet helemaal duidelijk is als je... Als ik het niet goed uitleg. Oké, ik ben er nog gewoon. Met een mushroom. Dus ik kan gewoon op die spikes vallen als ik wil. Maar dat wil ik eigenlijk niet. Dus, hoppa. Nu krijg ik zo'n sok. Oh, dat was geinig. Dus de sok is zeg maar de Yoshi van de oude versie. Versies, volgens mij. Ik weet eigenlijk niet wat er in de... Nee, in de oudste versie van Mario zit... zit de Amiibo Mushrooms. En daar heb je niet eens een sok. Goombas. Goombas, oké. Leuk man. Oeh, een checkpoint, nu al. Kijk, maar dit is nou wat ik een beetje bedoel met... Hè? Ik heb volgens mij niks gezegd eigenlijk, maar... Dit zijn een beetje de leuke levels wel. Maar ze zijn wel een beetje tot nu toe makkelijk. Maar ik durf natuurlijk niks te zeggen. Maar kijk, die super moeilijke levels, daar doe je super lang over. En dat is gewoon, dat vind ik wel geinig als je er super lang over doet. En zo, maar ik kan ook wel van tevoren aan de meeste levels zien dat ik ze echt niet kan halen. Hoe lang ik er ook over doe. En ja, dan is het gewoon niet leuk om naar te kijken. Ja, ook wel waarschijnlijk. Nou, eigenlijk nu waarschijnlijk ook niet, niet leuk om naar te kijken. Zo kun je het ook zien natuurlijk. Het is helemaal niet leuk. Wacht, wat? Ben ik nou een rondje gelopen? Nee toch? Oh, ik dacht al. Concentratie is soms echt even nodig hoor. Het spijt me, ik wilde... Zo twirly doen, maar dat kan natuurlijk niet. Ik ben echt blij dat ik mijn Fireflower nog heb, joh. Oh, wat is dit nou weer, joh? Zie hem boos worden dan. Wat? Hé? Huh? Wat verwacht je van me? Dit kan niet. Ik word hier in de maling genomen, volgens mij, joh. Dit kan gewoon niet. Hé? Kan iemand me even uitleggen hoe dit moet? Nee, want er is niemand hier. Wat moet ik... Ik kan niet door een muur schieten. Ik kan... Dat ding zit daar vast. Ik kan er niet in. Ik kan er niet op schieten. Wacht. Ik snap hem niet. Ik snap er echt geen bal van, joh. Waarschijnlijk zitten jullie thuis gewoon een beetje te kijken van wat zie je nou dom te doen. Maar... Wat willen jullie nou van me? Ik heb geen sleutel, dus ik kan daar niet doorheen. Ik kan hier duidelijk niks mee doen. Dit is gewoon voor de grap, omdat het er leuk uitziet of zo. Moet ik een Goomba hierheen krijgen of zo? En dat hij dan... Maar dat kan niet, want die zitten er duidelijk vast. Ja, hartstikke leuk. Volgende dus! Ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet overslaan, toch? Er is gewoon een duidelijke manier... Wacht, misschien moet ik oneindig veel sokken hierheen pompen of zo. Nee, lijkt me ook niet echt de bedoeling. Ja, ik kan niks anders. Helaas, volgende. Huh? Kom terug, joh. Tenminste, oh, misschien moet ik naar beneden? Nee, ik moet niet naar beneden. Dit level gaan we halen. Oké, afgesproken. Nice. Ik denk dat ik moet kaatsen of zo. Ja, kom maar even terug. Dankjewel, niet dankjewel. Dankjewel, dat was niet de bedoeling. Oh mijn god, hè? Oh, dit is cool. Wat? Oh mijn god, dit is best wel cool gedaan. Wow. Haha. Hij gaat gewoon verder als ik erop kaats. Kijk, als ik dan kaats, dan gaat hij hard naar voren. Ik weet niet hoe dit werkt, maar... Ja, ik snap wel hoe het werkt, maar... Je moet gewoon een wolkje erom... Een wolkje neerstoppen en dan een bulletbeeld erop doen, maar... Nou, dit had ik zelf in mijn eigen levels... nooit bedacht, eigenlijk.
Dus ik ben blij dat ik het mag meemaken om te zien. Mooie woorden of niet? Oeh, de concentratie is real. Dat is die nare. Die nare. Oh, die was ik even vergeten. Oei, was heel close. Dat is dan weer zonde, hè? Dat ik dan weer zo dood moet gaan. Volgens mij is het wel de hele tijd een beetje in hetzelfde volgorde. Oh, ik bedoel laag, hoog. Nu twee keer laag en dan weer hoog. Laat maar. Ik dacht dat ik hem door had, maar dat is niet zo. Kijk, en nu moet ik omhoog. En nu moet ik ook omhoog, dacht ik. Of dat is die hele... nare. En dan zou ik nu wel weer omlaag moeten. Zo'n wilde gok? Nee, toch niet. En dat was hem al. No. Ik dacht even dat ik alsnog dood ging. Nou, dat was niet zo heel moeilijk, toch? Jawel, stiekem wel. Nou, dat was Super Mario Maker voor vandaag. Nou, dat faalde weer compleet. Jullie konden wel weer zien hoe goed ik was in Mario, of niet. Nou, kijk, sommige dingen zijn ook gewoon ultra moeilijk. En ja, ik ben geen Mario, ik ben geen enorme noob in Mario of zo. Maar ik ben al helemaal geen expert erin. En als zou ik dat wel zijn, zou ik misschien zulke leveltjes kunnen halen. Maar dat gaat hem niet worden. In ieder geval, ik wil jou bedanken voor het kijken van deze video. Als je genoten hebt van deze video, laat er vooral een like achter. Als je meer van mij wilt zien... abonneer dan op Game Dreams en ik hoop dat ik zie je in de volgende video. Ik zeg doei!